Laat mij aanvangen met datgene waar de eerste minister gisteren ook mee begonnen is. Gelet op de minachting voor dit huis in een persconferentie weliswaar, die dubbel zo lang duurde dan de regeringsverklaring zelf. Namelijk over het begrotingsakkoord. Er wordt soms beweerd dat ambitie hebben het begin is van ongelukkig zijn. En eigenlijk zit daar wel een waarheid in. Als je je verwachtingen, je lat heel laag legt, dan ga je wellicht wel als een gelukkig mens door het leven. Ik ga er dan ook vanuit dat u en uw regeringsleden, die duidelijk heel gelukkig en vrolijk door het leven willen gaan, daar getuigen daarvan het feit dat jullie die lat voor zichzelf wel al zeer laag hebben gelegd, namelijk die budgettaire inspanning van maximaal 2,5 miljard op een totaal tekort van zo'n 20 miljard euro. Een ernstig plan om die overheidsfinanciën de komende jaren weer op de rails te krijgen is er niet. Men begint zelfs niet aan het structureel saneren van bloedrode begrotingscijfers en staatsschuld. En iedereen weet nogthans waar het geld zit. Miljardentransfers, migratiefactuur, Europese Unie, politiek systeem. Maar aan al die heilige huisjes, daar wordt niet aan geraakt. Integendeel, men wil de burgers doen geloven dat er alleen kruimels te vinden zijn in de marge. Het enige dat de Vivaldi-partijen nog aan elkaar bindt, naast vroeger was dat corona en angst voor de kiezer, vandaag stel ik vast dat dat naast die angst voor verkiezingen enkel extra taksen, belastingen en heffingen zijn. Er zouden nogthans geen nieuwe belastingen komen. Dat was een belofte uit uw eigen regeerakkoord. Sommige mensen kunnen geen beloftes houden. Het is al erg als u geen beloftes kan onthouden. Maar geen nood, ik zal even citeren. Geen nieuwe belastingen, met uitzondering van budgettaire discussies, met respect voor mensen die werken, ondernemen en sparen. Bladzijde 46 van uw regeerakkoord. Maar niets is minder waar. Wie werkt, onderneemt, spaart, betaalt vandaag wel degelijk meer belastingen. Deze regering doet eigenlijk gewoon voort wat ze het voorbije jaar heeft gedaan. Voor 1,5 miljard aan nieuwe belastingen en al dan niet verdoken belastingverhogingen invoeren. Mijn goede collega Wouter Vermeers had voor uw begrotingsakkoord al een en ander opgelijst. De effectentax, die ook de kleine spaarder treft, 430 miljoen. Sluipende belastingverhogingen door het opkorten van de indexering van een aantal aftrekbare bedragen. Hogere boetes, het schrappen van enkele btw-vrijstellingen. Of neem nu bijvoorbeeld uit uw tabel die we gisteren gekregen hebben, de verhoogde btw en accijnzen op de tabaksproducten. Naast een nieuwe categorie voor nieuwe, niet-traditionele tabaksproducten die elk jaar nog eens 120 miljoen euro extra moeten opleveren. Daarnaast moet die verhoogde btw en accijnzen op tabaksproducten 308 miljoen euro opleveren in 2022, 360 miljoen in 2023 en zelfs 480 miljoen in 2024. En laat me dat merkwaardig vinden, collega's. Want die verhoging, dat werd toch gezegd door de regering, dat die werd ingevoerd om gezondheidsredenen. Dat die werd ingevoerd omwille van het ontradend effect. Maar als die maatregel inderdaad succesvol is en inderdaad ontradend zou werken op het rookgedrag, dan veronderstel ik dat dat van jaar tot jaar minder zou moeten gaan opbrengen. Dus kennelijk gelooft Vivaldi haar eigen uitgangspunten niet en gaat ze er sowieso al vanuit dat haar ontradingsmaatregelen een omgekeerd effect hebben. Collega's, die hardwerkende Vlaming zal vooral ook mogen opdraaien voor de torenhoge energiefactuur. En in tegenstelling tot wat hier al gezegd en beweerd is vandaag, wordt er niets ondernomen om die energiefactuur voor iedereen betaalbaar te maken. Er is die eenmalige toelage van 80 euro bovenop het sociaal tarief, maar dat is een peulschil in vergelijking met de extra inkomsten die de overheid nu binnenhaalt via de taksen op de energiefacturen. Eenmalig 80 euro helpt ook niet als je
structureel maandelijks uw voorschotfactuur verdubbeld ziet naar tarieven zoals 180 euro. En eenmalig een cheque uitdelen, dat is natuurlijk geen fundamentele oplossing. Dat is symptoombestrijding. Net zoals die uitbreiding of die verlenging van het sociaal tarief. Als een miljoen gezinnen in dit land gebruik moet maken van een sociaal tarief om de energiefactuur te kunnen betalen, dan is er iets grondig mis met die factuur zelf. Een derde van de gasfactuur, bij de elektriciteitsfactuur zelfs 2/3, zijn heffingen, taksen, allerhande die niks met de energiekost te maken hebben. En ja, een van die vele taksen op die energiefactuur zal nu hervormd worden naar een accijns om die prijsschommelingen op te vangen. Dat zou de gezinnen zonder sociaal tarief 30 euro per jaar opleveren. Maar om dan, collega's, zoals Joachim Koens te tweeten dat men de energiefactuur betaalbaar gaat maken, terwijl die al met 714 euro is gestegen, betaalbaar maken met 30 euro per jaar, 2,5 euro per maand, dat is toch wel de waarheid geweld aandoen. Ik weet dat liegen geen parlementair taalgebruik is, maar dit is toch wel ingaan tegen het achtste gebod. De energiefactuur zelf moet aangepakt worden. Te beginnen met de door verschillende meerderheidspartijen ooit beloofde btw-verlaging naar 6%. En ik dacht, als ik me niet vergis, dat Vooruit daar een breekpunt had van gemaakt. En ik vraag me dan ook af, ze is hier al ter sprake gekomen vandaag, Deborah, hoe kon er die woordbreuk gaat uitleggen aan Deborah? Ik vraag mij trouwens ook af, collega's, hoe hij aan Deborah gaat uitleggen dat het belastingvoordeel voor de tweede woning overeind blijft. Ik zou eerlijk gezegd niet graag in Connor zijn schoenen staan, ook al zijn dat sportsloeven van 600 euro. Collega's, wie er na het betalen van zijn energiefactuur en zijn belastingfactuur toch nog in slaagt om wat centjes over te houden om eens op vakantie of op citytrip te gaan, die mag er dankzij Paars Groen binnenkort nog een extra vliegtaks voor betalen ook. Allemaal extra taksen onder het mom van groen beleid. Naar eigen zeggen, het groenste energiebeleid ooit. Dat is toch wat ik de Groene gesponsord op sociale media zie passeren. Maar terwijl Frankrijk bijvoorbeeld volop gaat inzetten op kernenergie en groene waterstof, gaat deze regering massaal CO2 uitstoten door gascentrales te bouwen. Het enige wat groen is in dit energiebeleid is de kleur van het gezicht van de mensen wanneer ze hun energieafrekening zien. En al 22 jaar zit de Open VLD in de regering. Al 22 jaar zegt die Open VLD dat de hardwerkende Vlaming meer moet kunnen verdienen, minder belasting moet betalen. Maar al 22 jaar moet die Vlaming wel meer afstaan. En dan stelt de regering dat zij maatregelen neemt die ook de middenklasse ten goede komen. Dat heb ik hier vandaag ook al horen zeggen. En dan pronkt men met het feit dat een werkend koppel 150 euro minder belasting zal betalen. Voor de koppels die al dromen wat ze met dat bedrag zullen aanvangen, ik vermoed dat het zal dienen om een belachelijk klein deel van die energiefactuur te betalen. De werkende alleenstaanden die zullen kunnen rekenen op een belastingverlaging van 50 euro. 50 euro. Dat is 4 euro per maand. 4 euro per maand. Ik weet niet of de excellenties daarvan op de hoogte zijn, maar daar heb je nog geen klein pak friet met mayonaise voor. Nu, tegelijkertijd schieten die brandstofprijzen omhoog, ontploffen de energiefacturen. En begrijp me niet verkeerd, voor alle duidelijkheid, ik vind die maatregel, die opheffing van die bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, een goede maatregel. Die werd destijds in 1994, als ik me niet vergis, als tijdelijke maatregel ingevoerd. En nu gaat men die tijdelijke maatregel na 27 jaar uitdoven. Ik lees dat dat 6 of 7 jaar zou duren. Misschien dat we daar vandaag kunnen vernemen op welke termijn die uitdoving zal zijn. En wat ik wel opmerkelijk vind, is dat toen de hanen die bijdragen in 1994 invoerden, dat geen belasting mocht genoemd worden.
Maar als ze nu afgeschaft wordt, wordt het wel een belastingvermindering genoemd. Dat is de truc met de duif. Hoe kan een vermindering van iets wat geen belasting was, nu een belastingvermindering zijn? Het is niet de enige goede maatregel. Er zijn er zeker nog. Ik vind hogere fiscale aftrek voor de kinderopvang bijvoorbeeld ook zeer goed. Zeer bescheiden, van 13 naar 14 euro, maar het is wel positief. Maar de essentie vandaag is, collega's, en dat heb ik andere collega's ook al proberen horen diets maken, dat al die kleine stapjes in de goede richting die men vandaag wil zetten, dat dat geen fundamentele hervormingen zijn. Dat dat niet opweegt tegen de belastingverhogingen waarmee we om de oren worden geslagen. Er wordt niet geraakt aan die migratiefactuur, aan die Europese Unie-factuur, aan die miljarden transfers en aan het politieke systeem zelf. In de plaats daarvan krijgen we van paars-groen een resem belastingverhogingen. En dan verwacht men heel veel heil. Daar is vandaag ook al veel over gezegd geweest, aan dat heel grote pakket aan maatregelen rond werk. Alleen al de plannen om langdurig zieken te integreren noemt minister Van Quickenborne historisch. Op zich is dat niet abnormaal. Ik denk dat hij zo wat dagelijks aankondigingen gebruikt met die term. En daar juist heeft professor Van den Broeke al meteen geïllustreerd dat de sancties daarin al helemaal niet zo historisch zijn. En het is inderdaad niet historisch, maar wel zeker zinvol om na 10 weken zelfs sneller met zieken na te denken over integratie. Maar een formulier alleen gaat weinig effect hebben. Een sanctie van 2,5% van een uitkering allicht ook niet. En het is opmerkelijk, collega's, dat de werkgevers met meer dan 50 werknemers in dienst ook opnieuw door deze regering worden geviseerd. Als beloning voor een inspanning om zoveel mensen aan het werk te zetten, zullen zij gestraft worden met een sanctie van 2,5% op de loonmassa gedurende een kwartaal als een bedrijf bovenmatig veel langdurig zieken heeft. Mevrouw Passe, mevrouw Merks vraagt het woord. Ja, mevrouw Passe. Ik wou u toch ook even ondervragen, effectief over dat van die zieken, want u zegt als Vlaams Belang, voilà, wij verdedigen de werkende Vlaming. Maar ik weet niet of dat u het weet, maar heel veel werkende Vlamingen die zijn moe gewerkt. Die hebben kapotte ruggen, die hebben kapotte knieën. Ik ben zelf huisarts, ik zie dat in de praktijk. En dus effectief hier wordt er vandaag gezegd van, voilà, dat moet verminderen, dat aantal mensen die ziek zijn. En dus, voilà, als het, men gaat dan ook nog eens de arbeidsmarkt verder flexibiliseren. Dat vraag ik me eigen ook af wat dat gaat geven in mijn consultatiekamer. Van extra burn-outs en extra mensen die uitgeput zijn en die op mijn consultatie nog eens komen zeggen, ik ben op. Maar dus blijkbaar verneem ik hier, hè, en u zegt het hier ook, hè, voor u is het eigenlijk nog niet genoeg wat dat de regering doet. Hè. Dus die sancties, hè, u hebt dat gisteren ook in Villa Politica gezegd, van ja, maar voor ons is dat niet genoeg, dat moet meer zijn. Ook die boven de 55 jaar, hè, iedereen, voilà. Hè. En dus bijvoorbeeld in uw persbericht, hè, verdedigt u dus hè, de werkgevers effectief gisteren, ik heb dat ook gelezen, hè, die mogen blijkbaar niet aangesproken worden en die moeten geen fraudebespeurders worden, dus voor u... Voor u zijn de zieke mensen die op de ziekenkast staan vandaag en dag, zijn dat allemaal fraudeurs. Hè? Is dat het beeld dat u hebt van de mensen? Allee, ik wil gewoon dat u het eens duidelijk maakt naar de werkende Vlamingen. De Vlaming die vandaag de dag kapot is van te werken en waarvan mensen effectief op de ziekenkast komen te staan. Hè? Wat dat die van het Vlaams Belang kunnen verwachten. Mevrouw Pas. Mevrouw Merks, ik denk dat u... Mijn dochter zit in het 6e studiejaar en die... krijgt regelmatig toetsjes begrijpend lezen. En ik denk dat die voor u soms ook wel nuttig zouden zijn bij het lezen van onze persberichten, want ik vermoed dat u niet volledig leest. En het begrijpend lezen is alleszins niet uw sterkste vak geweest. Want uiteraard zeggen wij nergens dat langdurig zieken allemaal profiteurs zijn. Maar als daar profiteurs zouden tussen zitten, waarom is het, heeft u er dan iets op tegen om die er eventueel uit te halen? Ik denk het niet. En het punt dat ik vandaag wil maken, want in tegenstelling tot u, staat u natuurlijk vrij om iedereen te onderbreken wie u wil, maar ik schiet mijn pijlen graag op de regering in plaats van andere oppositiepartijen. Ik zou bijvoorbeeld aan u kunnen vragen waarom u
Terwijl u zo pleit voor een btw-verlaging op de energie, er is al veel gezegd over de energiefactuur vandaag, waarom u, als wij met zo'n wetsvoorstel afkomen om die energiefactuur, die btw, te verlagen naar 6%, waarom u dat wegstemt in de plenaire? Waarom u zo'n voorstellen wegstemt? Om er dan zoveel maanden later zelf met een voorstel af te komen waar wij uiteraard de urgentie steunen. Dus zoek er niet te veel achter. Laat mij mijn punt maken dat men met deze race van losse maatregelen niet gaat bereiken wat men voorhoudt te bereiken. En dat deze regering doet alsof er een groot historisch pakket aan maatregelen ligt, terwijl ze zelf goed genoeg beseffen, maar dat past niet in de show die zij opvoeren, terwijl zij zelf goed genoeg beseffen dat dat geen zoden aan de dijk brengt. Mevrouw Merks. Ja, effectief wat de BTW betreft. Het wordt al gegeven, met de PvdA voeren wij daar nu al maanden campagne voor. En ik denk dat we genoeg benadrukt hebben hier al heel de voormiddag. Dat we effectief voor een vermindering van de BTW zijn. Ten tweede, dat we de regeringspartijen op hun verantwoordelijkheid aannemen wat betreft de jacht op zieken die nu geopend is. Ik denk dat als u het laatste half uur hier was, dan hebt u dat ook kunnen zien hoe dat het debat met de regeringspartijen is gevoerd. Maar verder heb ik, denk ik, uw persbericht toch wel heel goed gelezen. En daar zit een heel duidelijke lijn in en dat weten we. Het FOCA vandaag de dag, de Vlaamse patroonsorganisatie, ja, die hebben één doel. Hè. Dat is die zieke mensen aan het werk krijgen hè, in slecht betaalde jobs, meer flexibiliteit. En het Vlaams Belang vindt daar in het Vlaams Belang vinden ze daar ook een partner in. Hè. Net zoals dat bij de N-VA ook is, is dat ook bij het Vlaams Belang. En dat bevestigt u hier vandaag. Bedankt voor de informatie. Mevrouw Pas. Naast de proefjes begrijpend lezen, zou je ook beter de luisteroefeningen ook eens opnieuw doen. Want mevrouw Merks, u maakt er graag een tegenstelling van. De belangen van de werkgevers en de werknemers. Maar geloof mij, die tegenstellingen zoekt u soms waar die niet zijn. Er zijn heel veel zaken waar werkgevers en werknemers samen mee gebaat zijn. Dus doe vooral graag voort met uw polarisatie in plaats van oplossingen voor te stellen die voor beide goed komen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hoeveel werknemers zijn daar geen vragende partij voor? En dat zijn allemaal maatregelen, maar daar kom ik straks toe als ik mag, die zelfs de sociale partners nog moeten passeren. Dus we zullen wel zien wat daar überhaupt van in huis zal komen. Ik vraag mij vooral af wat er zo historisch is aan deze resem losse maatregelen die men vandaag voorstelt. Want dat resultaat van die door de meerderheid grote pakket aan maatregelen rond werk, dat resultaat wordt door de regering zelf begroot op 13.500 bijkomende werkenden. Eerst was er sprake van 5.000 extra jobs, dan van 10.000 extra jobs. En op de valreep om de tabel te doen kloppen, werden dat dan 13.500 extra jobs. Maar ter vergelijking, van één enkele maatregel, de versterkte degressiviteit in de werkloosheid, daar verwachtte men destijds 12.500 extra werkenden mee. Is dan deze verwachting van dat zo grote pakket niet erg bescheiden? De 200.000 jobs die Verhofstadt beloofde zijn wel erg lang geleden, maar de 13.500 jobs, een twintigtal per gemeente of stad, vind ik niet zo historisch en niet zo ambitieus. En zoals steeds moeten er nog heel wat van die reeks losse maatregelen die door de regering beslist werden nog via de sociale partners passeren. En die beslissingen zijn eigenlijk nog helemaal niet definitief beslist. En als die maatregelen door het sociaal overleg geraken, dan zal het allicht nog even duren voordat die resultaat opleveren. Vandaar dat ik mij zorgen maak om de doelstelling die u zichzelf heeft opgelegd in uw regeerakkoord. De Vivaldi-regering beloofde om de werkgelegenheid op te trekken naar 80% in 2024. En dat is het punt dat ik wil maken, dat u met deze reeks aan losse flodders, aan losse maatregelen, daar zeker niet zal geraken. In Vlaanderen is het haalbaar. In Wallonië en in Brussel zitten we er veel verder af. En in dit land is alles communautair, ook werkzaamheid en één maat voor verschillende Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt.
Dat is helaas een maat voor niets. Ik zeg niet dat er geen goede intenties zijn, dat men geen kleine stappen in de goede richting doet. Ook onze goede Waalse vrienden hebben in het verleden al vele reddingsplannen opgestart. Ik heb ze even voor u opgesnort. In 1997 de Déclaration de Politique Régionale Complémentaire. In 1999 het Contrat d'avenir pour la Wallonie. In 2002 het Contrat d'avenir actualisé. In 2004 het contrat révisé, in 2005 het Marshallplan, in 2009 het groene Marshallplan, in 2012 het Marshallplan 2022 en nu het nieuwe plan dat een mooie Franse naam draagt, Get Up Wallonia. Voor mij klinkt dat meer als het nieuwe dansproject van El Kawakibi, maar het punt is dat al die goede intenties van al die reddingsplannen en dat al de goede intenties van de RESEMA-maatregelen die vandaag door de federale regering worden voorgesteld, al die maatregelen ten spijt, zonder echte responsabilisering zal het nooit lukken. Grondige hervorming zijn nodig, zoals een splitsing van de sociale zekerheid voor integrale bevoegdheden op die arbeidsmarkt, zodat het beleid tenminste kan afgestemd worden op lokale, sociale en economische realiteit. Arbeidsmarkt is een beleid op maat. Vlaanderen en Wallonië hebben nood aan een eigen arbeidsmarktbeleid. En dan vind ik het ook jammer dat ik niemand hoor pleiten vandaag om die bevoegdheid volledig naar de deelstaten over te hevelen, samen met de opbrengsten van dat beleid. Meneer de Eerste Minister, u heeft hier in dit allefront vorig jaar, u zal zich dat ongetwijfeld nog herinneren, aan mijn fractie gezegd dat juist hetgene wat niet gevraagd of gezegd wordt, heel veelzeggend is. Met een ernstige, misschien wel een beetje norse blik en veel pathos, want het moest, u moest doen alsof u het meende. En het was een van die zeldzame momenten dat u applaus kreeg op alle meerderheidsbanken. Luid applaus van uw hele meerderheid. Wel, wat u gisteren niet in uw regeringsverklaring heeft gezegd, dat is inderdaad heel veelzeggend. Geen woord over de grote pensioenhervorming. Verwonderlijk, want Lalieu kan zich in uw paarsgroene ploeg laten bijstaan door kennis, deskundigheid en expertise van maar liefst 3 oud-ministers van pensioenen. Uzelf en naast uzelf professor Van den Broeke en minister Van Quickenborne. Maar toch moeten we blijkbaar van die pensioenhervorming niet te veel verwachten. U repte in uw regeringsverklaring, ook heel veelzeggend, met geen woord over het communautaire. Het leek wel een regeringsverklaring van de N-VA-regering van Michel. Het verbaast mij ook niet dat u daarover zwijgt, aangezien er binnen de paarsgroene regering ook absoluut geen eensgezindheid bestaat over waar het institutioneel dan wel naartoe moet. Het regeerakkoord is het ook vooral op gericht om tijd te winnen, de hete aardappel door te schuiven naar een volgende legislatuur, dat zogenaamde dialoogplatform, dat al met al heel wat vertraging uit de startblokken komt, is daarvan de meest zichtbare uiting. Het regeerakkoord bevatte nochtans wel op institutioneel vlak een 12-tal, zij het mineure, te realiseren concrete punten. De homogenisering van de gezondheidszorg, het asymmetrisch besturen op maat van de deelstaten, een grotere vertegenwoordiging van de deelstaten in federale bestuurs- en beheersorganen, dat waren de voornaamste. Maar aan geen enkele van die 3 voormelde belangrijke punten werd het voorbije jaar enige uitvoering gegeven. Ondanks meermaals aandringen door mijn persoon bij de bevoegde ministers. In zaken homogenisering van de gezondheidszorg werd nog absoluut niets gedaan. Voor het asymmetrisch besturen, de deelstaatparticipatie in de federale instellingen, daar werd naar verluid een inventaris gemaakt van wat volgens Paars-Groen wenselijk zou zijn, maar op papier hebben we daar nog niets van gezien. Laat staan dat er al een beslissing zou ingenomen zijn of dat er al een uitvoering zou aangegeven zijn. En ook van die andere 10-tal
resterende detailpunten werd verder niets meer gehoord. De enige concrete realisatie bestaat uit een informeel akkoord om aan het einde van de legislatuur 4 artikels van de grondwet in herziening te stellen om na 2024 een staatshervorming mogelijk te maken. Een staatshervorming in 2024. Ik weet niet of u de openingsles van Karel de Vos aan de Universiteit van Gent heeft meegevolgd, waar PPS-voorzitter Magnet het openingscollege kwam geven. En hij heeft toen al heel duidelijk gemaakt dat wat hem betreft er helemaal geen grote staatshervorming komt in 2024. Ik wens de N-VA dan ook heel veel goede moed met hun vrijage daartoe met die PS. Want wat N-VA met meer dan 30% en zonder PS in 2014 niet lukte, zal met de vooropgestelde 25% en met die PS ongetwijfeld in 2024 wel lukken. In dat openingscollege van professor De Vos stelde Magnet: België werkt. Het afgezaagde ploeg van 11 miljoen deuntje. Maar we weten allemaal wat hij bedoelt. België werkt voor Wallonië. De transfers blijven oplopen en zeker met deze regering blijft die uitgeperste Vlaming daarvoor opdraaien. En meneer de eerste minister, in tegenstelling tot vele van uw voorgangers, blikt u in uw State of the Union zelfs niet even terug op de verwezenlijkingen van uw regering het voorbije jaar. En dat begrijp ik volledig. Het is moeilijk om daarop terug te blikken. De pandemiewet bijvoorbeeld, er is veel over gezegd en gedaan geweest het voorbije jaar, maar het is niet onmiddellijk iets om trots op te zijn. Die ging trouwens vorige week op 4 oktober is die pas van kracht gegaan. De corona-aanpak van de Vivaldi-regering was zo goed dat men geen parlementaire onderzoekscommissie aandurfde om die te evalueren. U had in uw regeringsverklaring terecht aandacht voor psychisch welzijn. Maar van de grote denkoefening over stress op het werk die minister Dermagne een jaar geleden al beloofde, daar moeten we het eerste nog van zien. Dus ik hoop echt dat het deze keer niet bij aankondigingen blijft. Die asymmetrische uitoefening van de bevoegdheden in zaken arbeidsmarkt door de deelstaten, het staat zwart op wit in uw regeerakkoord. Ik heb minister Dermagne daar al meermaals over ondervraagd, maar daar kwam nog niets van in huis. Tenzij u nu de omgekeerde richting die vandaag voor ligt, meer geld voor degenen die het niet goed doen, daar als een invulling van ziet. Ook Dermagne zijn beloofde initiatieven rond levenslang leren, genderdiscriminatie in de lonen, aanpak van fraude bij internationale detacheringen. We hebben er nog niets van gezien. Misschien kan minister Van den Broeke ondertussen wel laten weten wat in het regeerakkoord beloofde responsabiliseringsmechanisme in zaken de artsenquota blijft, waar de hervormingen in de gezondheidszorg blijven, of wanneer de minimumarbeidsongeschiktheid-uitkering vanaf de eerste maand zal uitgevoerd worden. Of de beloofde meer evenwichtige regionale spreiding van de bijdragefraude. Ook daar wachten we nog op. Ik vraag mij ook af hoe ver minister Clarinval staat met zijn tegen 1 september beloofde voorstel om de financiële en sociale houdbaarheid van de pensioenstelsels te garanderen. Of met de evaluatie van de cumulregeling, overlevingspensioen met beroepsinkomsten. Allemaal zaken die we nog niet hebben gezien. Van het federaal armoedebestrijdingsplan hebben we ook nog geen officiële tekst gezien. Het zou het belangrijkste instrument worden om de uitdagingen aan te gaan. Een reeks sociale minima werden verhoogd, maar er werden geen maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de armoede te verhelpen. Meer mensen worden richting energiearmoede geduwd en armoede de wereld uithelpen zal al zeker niet lukken als men geen gecoördineerde aanpak levert. Het zal niet gaan met het uitdelen van aalmoezen. Kinderarmoede werd ook als een prioritaire zaak voorgesteld, maar ook op dit vlak werden nog geen maatregelen genomen. Maar ondertussen, collega's, blijft men wel volop armoede importeren. U was bijzonder kort in uw regeringsverklaring, meneer de eerste minister. 2 zinnetjes over asiel en migratie.
En dat is enigszins verwonderlijk, want het thema is terug van nooit weg geweest. Na een coronadip staat het opnieuw bovenaan de politieke agenda, misschien niet uw agenda, maar wel van degenen die er de rekening voor betalen. Want naast die belastingfactuur en die energiefactuur blijft ook die migratiefactuur oplopen. De uitstroom ligt lam, de instroom piekt. En terwijl op binnenlands vlak elke geloofwaardige maatregel uitblijft om die instroom af te remmen, om die uitstroom te vergroten, wordt stevast gewezen in de richting van Europa. Ook in uw regeringsverklaring beperkte u zich als een volleerde Pontius Pilatus tot het EU-beleid. Uiteraard moeten die Europese buitengrenzen beschermd worden. Maar dat het EU-beleid meer dan te wensen overlaat, ontslaat u er niet van, van de plicht om zelf, zowel op binnenlands als op buitenlands vlak, dringend te doen wat kan en moet. En dat zoiets perfect kan, dat hebben de Denen bijvoorbeeld bewezen. Dankzij hun kordate aanpak zagen zij hun asielaanvragen dalen tot het laagste peil in 20 jaar. Ook de Fransen hebben zelfs onlangs nog aangetoond dat het kan. Ze hebben visumsancties tegen 3 Noord-Afrikaanse landen. Wat houdt uw regering tegen om hetzelfde te doen? Maar ambitie hebben is het begin van ongelukkig zijn. Nergens is die ambitie terug te vinden om de massale instroom naar dit land een halt toe te roepen. Maar de cijfers die spreken wel duidelijke taal. België blijft een bijzonder aantrekkelijke bestemming voor migratie vanuit alle windstreken. En dat geldt in het bijzonder, zeer opvallend, voor de al dan niet zelfverklaarde, niet begeleide minderjarige vreemdelingen. Voor hen is er geen populairder land in Europa dan België. En terwijl maatregelen die een effect zouden kunnen hebben op die instroom uitbleven, werd het al manklopende terugkeerbeleid nog verder uitgehold. Met bijzondere dank aan de groene partijen, die als parlementaire arm van de immigratielobby zelfs maar de kleinste en meest redelijke en noodzakelijke verstrakking blijven blokkeren. De mensensmokkelaars die in dit land actief zijn, behoren tot de weinigen die zich geen zorgen moeten maken over hun energiefactuur. Zij beleven op dit moment hoogdagen. Tekenend in dat verband is de recente verklaring van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Die stelt dat de helft van de migranten die in Noord-Frankrijk aankomen, via België komt. Dat er van deze paars-groene regering geen ommekeer in dat asiel- en migratiebeleid te verwachten was, dat stond in de sterren geschreven. Maar na 1 jaar weten we beter. Het gaat gewoon van kwaad naar erger. Meneer de minister, u sprak zich gisteren uit tegen het muilkorven van de pers. Het is wel heel cynisch om dat te horen van een man die P-magazine muilkorfde waar het ging om een u welbekende buitenlandse dame. U hield in uw regeringsverklaring gisteren een vurig pleidooi voor het respecteren van grondrechten in het Verenigd Koninkrijk, in Hongarije, in Polen. Politieke gevangenen in Spanje, die heb ik gemist, die tellen in uw ogen niet mee, die mogen verrekken. Maar ik had van u veel liever een vurig pleidooi gehoord voor het respecteren van grondrechten in eigen land. Van 1 jaar Vivaldi was meer dan de helft met een ongrondwettige opsluiting door de avondklok. In het respecteren van rechten, in het respecteren van de democratie, in het verdedigen van de vrije meningsuiting, hebt u en uw regering meer lessen te krijgen dan te geven. Het zal u niet verbazen, meneer de eerste minister, dat deze Vivaldi-regering het vertrouwen van het Vlaams Belang niet krijgt en dat uw zogenaamde historisch regeerakkoord thuishoort op de stortplaats van de geschiedenis.